U kijkt naar het Weerplaza Weerjournaal. We zien op de satellietfoto dat er veel bewolking ligt ten zuidwesten van Nederland. Maar die bewolking is inmiddels grotendeels aan het overtrekken. En daarachter zitten al meteen weer opklaringen die nu de witte cirkel binnenlopen. Met die opklaringen krijgen we later vanavond en vannacht te maken. En de bewolking die er nog achter zit zal langzaam wat oplossen. Zodat de neerslagactiviteit daar tot een minimum beperkt zal worden. Voor vannacht betekent dat het volgende. De temperaturen gaan langzaam naar beneden. In de avond is het 7 of 8 graden. Nog wat regen in het oosten van het zuidwesten uit enkele opklaringen. En die opklaringen winnen langzaam terrein in de nacht. Dan koelt het af naar 4 tot 6 graden. Nog een enkele bui is mogelijk in de kustprovincies of misschien in het uiterste oosten van het land. Maar verder is het op de meeste plaatsen droog en de wind neemt sterk af. Is slechts zwak tot matig. Morgen overdag een matige zuidwestenwind. Een buitje misschien in het zuidwestelijk kustgebied. Verder is het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld, waarschijnlijk het meest in het noordwesten van het land. Het wordt maximaal zo'n 11 graden en dat is nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Dan kijken we de dagen die volgen en dan zien we donderdag veel meer bewolking. In de vroege ochtend misschien nog wat zon in het oosten, dan een regengebied wat overtrekt. En laat op de dag in het zuidwesten misschien nog een opklaring. In de regen is het maar 8 of 9 graden en verder speelt de wind ook een belangrijke rol. Waait matig tot vrij krachtig boven land en krachtig, misschien wel hard, windkracht 6 tot 7 in de kustprovincies. Vrijdag is het een stuk rustiger, valt er wel wat neerslag, maar is er ook ruimte voor de zon. En zaterdag weet de zon terrein te winnen en neemt de neerslagkans geleidelijk af. Nou, wat doen dan de temperaturen de dagen daarna? We zien langzaam maar zeker dat de maxima even omlaag gaan rond het weekend, maar daarna weer oplopen richting de 10 graden of zelfs daarboven komen. En datzelfde zien we ook aan de minimumtemperatuur. Die gaat iets omlaag, in het weekeinde rond het vriespunt, maar daarna naar alle waarschijnlijkheid weer oplopend. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.